Deze spot is eigenlijk georganiseerd. Wat? Deze spot is eigenlijk georganiseerd en gesponsord. Ja, deze vlog is gesponsord en mede mogelijk gemaakt door de Train Tour Spottersdag. Geweldig. Wat, hè? Ja. Ja, een hele goede morgen. Vandaag beginnen we aan het ergste ooit wat we ooit hebben gedaan. Wat dat is, dat zie je zo meteen wel, maar het wordt ellende. Echt enorme ellende. Dit moet je niet willen. En wat doe ik? Ja, ik ga erheen en ga ook nog vloggen. Jongens, ga je maar vast klaarmaken voor. Maar we gaan eerst nog even wat normaals doen. Zometeen met de sprinter naar Steenwijk. Ik heb in ieder geval een mapstok meegenomen. Kwaliteit dit in de 23.01. Uithoek nummer zoveel. Reizigers, een ogenblikje. Er is een storing in de trein nadat hij stilstaat. Oké, okay, we hebben dus kennelijk een echte Twent of een Salander of zo. Nou, tot ziens dan maar weer. Ja, is dit nou allemaal zo bijzonder dan? Ja, op zich. Normaal mensen gaan niet op zaterdagochtend naar kampen toe, maar... Dat is niet wel... Ja, oké. Okay. Ik moest even wat tijd opvullen. Nou ja, of we later weg had ook geen zin. Dus ik denk, nou weet je, ik ga hier maar een keer in en ben ik hier ook geweest. Je hebt hier op de achtergrond nog wel mooie kerksen staan. Die brug vind ik ook wel leuk. En je ziet nog een busstation waar momenteel... één bus gaat trekken. Dat is over 28 minuten bus 141 naar Urk. Nou ja. Oké, dan gaan we maar... Oh nee, 27 minuten. Daar gaan we echt niet heen, dus... Maar we gaan zo meteen gewoon weer terug naar Zwolle. Tenminste, ik ben hier gewoon zo van, nou, ben ik hier ook geweest. Zwolle Stadshagen. Het station waar toen zoveel gedoe mee was met die grond hier. Kijk op is virus waanzin. Bossmaker, oké. Okay. Mauris de hond. Wie is. Wat is? Wie is. Wees a. Wees. Wat is. Wees aan je weerstand. Oké. Okay. Nou, hou maar weer op met die onzin, mensen. Corona-waanzin. Ik heb echt een hekel al gedonder. Virus-waanzin, weet ik het hoe dat allemaal heet. Nou, wil ik niet zeggen dat ik vind dat we allemaal binnen moeten blijven. Neem corona serieus, mensen. Dus doe gewoon netjes je mondkapje op. Probeer zoveel mogelijk afstand te houden. Maar ga niet als er... Ja, wat vroeger normaal, dat kan verlopen. Even niet. Dat is inderdaad vervelend. Een feestje, ja. Je gaat natuurlijk niet als een maloot feesten en dan een polonaise doen of zoiets. En ja, goed. Op zich, je kan natuurlijk thuis prima wat mensen houden. Maar als bijvoorbeeld gezinnen bij elkaar toch zoveel mogelijk afstand houden. En ook voor jongeren. Het is niet meer verplicht, maar... Om elkaar weer helemaal kapot te knuffelen, dat is ook weer overdreven, lijkt mij. Nou, kindertjes! Zwolle! Hou je bek dicht, wie ben jij überhaupt? Een of andere Bram of zo, toch? Ja. Anyway, ja, Zwolle hier. Er moet nog iemand anders komen uit Dokkum. Nou ja, dat weten jullie wel wie het is natuurlijk. Alleen die wil niet in beeld, dus dat gaan we niet doen. Maar ja, en dit is te laat, topbedrijf. Met trots op jullie. Trein op tour! Waar is trein op tour? Trein op tour, waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Nee. Jongens! Trein op tour is er niet, het is echt erg. Oh nee, wat nu? Nee. Trein op tour! Nou, prachtig dit met een DDZ. Heel snel weg ga ik zwollen. DDZ 7632 al in City naar Den Haag Centraal. We hebben de memes ontlopen toch, of niet soms? Ja, zeker. Ook, maar over een uur zijn we ook gewoon in Amsterdam-Zuid. Dat gaat best wel snel. Ja, prima toch? Lid.
Nou, hierbij dus een verplichte mededeling met ICMM 4244 naar Amsterdam Centraal vanuit Almere. De DDZ zou eigenlijk naar Amsterdam Zuid worden genomen, maar nee, dat doen we uiteraard niet. We gaan weer nu in één keer naar Amsterdam Centraal. Wat we daarna gaan doen, ja, dat is dan natuurlijk, zien we dan wel weer. Nou, mensen, dit is de station Amsterdam Centraal. Het moet zo. Niet, dit is nog geen eens Amsterdam Centraal. Zeur niet, joh. Ik moet zo meteen weer. Hey, wauw, een DDR of zo? Ja, dat is DDR. Ik moet zo meteen weer geld uitgeven omdat ik aan zo'n verrekte Intercity Direct toeslag moet kopen. Gut, wat een gedonder. Ja. Ja, wat moet ik hier nou weer van zeggen, hè? Dat moesten gewoon rennen. Ja, voor en een verrekte ICRM. Maar hij gaat toch gewoon niet, hè? Er is iets meer met die lokken dan. Waarschijnlijk zat er weer een rood sein of zo. Dat is ook niet eens verbazen hier, maar. Het zal wel. Je mag gewoon eerste klas, wat aardig. Volgende keer koop ik wel van een eerste klas kaartje. Weekendvrij of dalvrij, wat ik de volgende keer ook net maar heb. En je raadt nooit waar we nu weer zijn. De luchthaven van Schiphol. Wat een topplek dit. Zometeen hier weer weg met de volgende Intercity Direct. Wie? Komt schijnbaar nog iemand. Welkom. Waarom is deze tunnel zo lang? Ik heb het gezien, denk ik. Oh, wat top. Nou mensen, hebben die Intercity Direct gekeken? Hoi! Hey. Jongens, wat is het niveau vandaag laag? Intercity naar Vlissingen gereden met Stefan. Ik ook nog eens Skyfok. Hey, let's go. Ja, maar dat ga ik niet laten zien. Ik ga zelf lekker fappen. Nee, je moet wel laten zien of ik Skyfok kan. Dat is leuk. Dat is entertainment. Help me eraan herinneren. We gaan naar Dordrecht met dit ding, denk ik. Toch maar, we gaan niet naar Zeeland. Nee, en dan gaan we met de Merwede-Lingenlijn. Daar kom ik nooit. Yes, let's go. Doei. Na een topreis met deze GTW komen we nu aan in Sliedrecht. Wat moeten we hier nou weer dan? Nou, we gaan beter vappen. Ja, daar kom ik ook echt nooit. Nou ja. Ik heb deze dag compleet niet wat ik gepland had. Dat is het hele probleem. Ja, maar ik had niks gepland. Er komt wel een ketentrein. Wow! Ja. Pappen. Nou mensen, mooi Sliedrecht. Echt een keer daarheen gaan. Toeristische trekpleister. Ja, zo zit je in een GTW, zo sta je langs de fucking B2-route. Hallo auto's. Jullie zijn echt vappers. Met deze GTW gaan we het altijd mooie Sliedrecht weer verlaten en dan doen we naar richting Dordrecht. Ja. Oké, okay, daar gaat de boot. Yo man. Deze pakken we volgen dan. Met dit grote apparaat gaan we dus nu naar Eindhoven Centraal. Daar heeft iemand eten gehaald, kennelijk. Nou, oké. Okay. Top. Ster, voorop flikker, veeg. Intercity naar Venlo, maar die gaan we mooi niet nemen vanuit Eindhoven Centraal. Ding stopt om een of andere vage en ook niet in Blerik ofzo. Heel raar weer. Nou ja, ik weet dat mensen niet altijd even goed zijn afspraken nakomen en verantwoordelijkheid nemen, maar met trainen on tour is het dus nog erger, want die gast heeft dus een afspraak maar naar Helmond Hout. Er is hier nu iemand die heeft ruim 20 euro uitgegeven om hier te komen, 26 of zo wel. En wat besluit die trainen on tour nu? Laten we naar de Rotterdamse haven gaan, terwijl er ook helemaal niks komt. Sorry, maar dit is echt sneu. Nou kindertjes, we gaan Eindhoven uit. Het is echt, het is echt een best wel een grote groep. Train on tour, schaam je. Neem je verantwoordelijkheid. Ja, echt schaam je. We gaan lekker naar, hoe heet het? Rotterdamse haven. Oh nee, niet meer. Ga maar lekker met de 6400 daten. Met 6400 daten? Ja. Ja, ga ik ook een keer doen. Nee. Doe dat is niet gauw, hè? Leuk iets voor vlog nummer 100, die nog heel lang gaat duren. Het is te gek voor woorden dit, maar er zijn hier allemaal kindertjes. Nou, Helmond het Hout. Ja, gast, wat ben je aan het doen? Ik wil er niet op. Nee, toch niet meer? Nu niet meer? Nou ja, oké. Okay. Wat moet ik hiervan vinden van Helmond het Hout? Ik wil niet met memes verleggen voordat ik hier sta. Jawel, dat wil je wel. Nee. Moet je trots op zijn. Ja. Ik werd ook weer compleet random gebeld of ik de McDonald's was. Nee, dat ben ik niet. Ik ben geen McDonald's. De heer Train on Tour komt kennelijk zo aan, dus we gaan nu kennelijk verstoppertje spelen. Nou, oké, okay, wat leuk, kinders. Had ik altijd al eens willen doen, hè? Oké, okay, we gaan erop af.
Oké, cameraploeg ready. Cameraploeg 2, cameraploeg 2. Ja, cameraploeg 3, nu. Cameraploeg 3. Jongen, even serieus. What the fuck is dit, man? Kiel, we gaan het. Nou, je bent er in ieder geval. Yo! Ik heb nog iets van Cargo. Ja, Bottespec en Mietje, Surfersprek, Uitpendo. Maar dat is de bedoeling, hè? Ja, ja, ja. Ja, hij kan ook nog. Het is niet gezellig hier. Ja, het is super gezellig hier. Dat klopt. Nou, mooie sfeerimpressie van Helmond Hout. Ze moet hier ook ergens die railcam hangen. Nou joh, ik kijk er niet naar. Versterk, stik er lekker in. Tot ziens. En dat is dus een LM naar Helmond, want de vorige sprinter was uitgevallen. Dus deze gaat ons zo meteen vervoeren. Is het dan? Dit is toch geen SNG met die lampen zo. Goeie genade zeg. Ja, deze die heeft een... Ja, kut. Nou, we gaan uit de rest van het. Ja. Nou, kinders, we gaan een raampje fappen. Dames en heren, we staan hier stil voor een rood sein. De reden hiervan is dat de trein links van ons elektrisch moet kruisen. Daarna kunnen wij doorrijden naar station Eindhoven. Geen of niks bedoeld was? Nee, maar. Ja, ja. Nou, dat was me toch eens donders mooi. Ja, dan zijn we weer in Eindhoven. Centraal, er is ook iemand dood kennelijk. En we gaan zo meteen weer naar. Ja, en nu moeten we door naar de Bijlmer. Nee, we gaan niet naar de Bijlmer. Of naar de Schildersmeer. Wel naar Utrecht, dus laten we even naar Overvecht of Tuindorp gaan. Ja, goed idee. Dit is nou ook maar van 18:06 hier met een verm als het goed is. Prachtig. Prachtig staat op de flut waar we uitkomen. Nou, nou, de lokale hangjeugd was ook weer heel vriendelijk tegen deze trein. Top. Ja, wat denk je, die tafels? Ja, dus nu in de andere hoek van Utrecht Centraal. Wat mooi, hier kom ik niet zo vaak. Net even gegeten bij de Deurner Company. Ik ga zo meteen mijn flesjes bijvullen en dan ga ik zo meteen weer koers zetten naar Friesland. Ik ga vanaf nu alleen verder, dus de onzin is voor voorbij hopelijk. Zometeen pak ik de Intercity naar Groningen tot aan Zwolle en nu een lekker appelsapje consumeren. Het is ook een wonder dat dit spul nog goed smaakt, want het is fucking een dag over de datum. Het is vandaag 15:08. Lekker bezig, Hema. En ik schrik me nu toch een partij. Weet je wat nou serieus nu omgeroepen wordt? Verstoring in de trein is van en naar Amersfoort Centraal. Nou, dat belooft nog weer wat voor vandaag. Beste reizigers, dit is een bericht voor reizigers van en naar Schiphol Airport. Ja, oké, dat maakt niet uit. Gaat weer lekker. We zijn 2 minuten verder en de vertraging neemt weer af rondom Amersfoort. Dus ik ga ervan uit dat we zo wel langs kunnen. Geen idee wat er was. Aannemelijk werkte een wissel even niet mee of zo. Kijken daar op de achtergrond, die gaat ook de ICE weg. Nee, dat kunnen jullie niet zien, dat is het niet. Nou, op naar Amersfoort Centraal in Zwolle zo meteen. De Intercity naar Groningen komt ook binnenrijden, toppie. Ja, deze loungebankjes vond ik vroeger echt fantastisch. Dus nou weet je, ik ga er gewoon helemaal tot Zwolle op zitten. In de 42-40. Het is rustig in Utrecht nu eindelijk. Toppie. Poh, allemaal mooi nostalgisch treinmaterieel. Terwijl hij hier gewoon het droog van de Veluwe rijden, regent het volgens mij buiten. Nou ja. Het was in het zuiden des lands de hele tijd mooi weer, maar ik heb begrepen dat het in het noorden al eerder slecht weer was. Anyway, ja, de trein is op door. De zon is op de onderkant, prima, wat kan wel. Ja, oké, van land gaan, dat wordt er maar niet op wat jas. Wat er in Eindhoven gebeurd is, dat weet ik niet wat er in Eindhoven. Ja, Eindhoven Centraal natuurlijk. Het is in het regelmatig zo. Niks gewoon nog regelmatig Amersfoort in plaats van Amersfoort Centraal. Dus ja, ik ben er te oud voor, sorry. Ja, jongen,
jongens, Matthias is al bijna in Zwolle, de tijd vliegt. Zit meteen jongens toch op dit, dan zit hij naar Leeuwarden. Ik denk dat ik maar meega. Nee, dat was mee. Ja, ik ga maar tot, ja, tot Metal of Steenwijk. Kwaal ik zo wel. Licht eraan moet drukken, het is en zo hoor. In ieder geval, nou ja. En dan is de dag bijna weer ten einde. Met de Intercity naar Leeuwarden, rear part do not board. Nou, dan mag ik naar voren gaan lopen, want ik wil toch echt naar Friesland toe. Zo, dan gaan we een stukje lopen. Echt, nou, hele mooie avondlucht hier in Zwolle. Genieten. Op naar Friesland. Aangekomen in Meppel, de Intercity naar Leeuwarden gaat weg en ik ga de Sprinter naar Leeuwarden pakken. Wanneer krijg ik nou zo'n IC-stop? Zei ik dit. Hallo! Ja, dit vind ik nou altijd de leukste plekjes in SNG. Ja, oké, okay, ik heb ook plek zat. Maar hier heb je echt heel veel beenruimte. We zijn bijna in Wolfgang, inmiddels Steenwijk achter ons gelaten. Ik bedank jullie bij deze hartelijk voor het kijken naar deze vlog. Vond je dit superleuk? Het is een beetje chaotisch en kansloos, maar geef een like, abonneer op mij, abonneer op Train Tour, abonneer op Lars van Soest, abonneer op Harry. Abonneer gewoon op iedereen, joh. Volg ze allemaal op Insta, volg mij op Insta uiteraard. Bedankt voor het kijken. Top dag weer. Ik ben er echt zeer tevreden over. Het is niet per se altijd echt kwaliteit, maar ontzettend gezelligheid en dat is natuurlijk nog belangrijker. Nou ja, ja, oké. Ik ga niet voor de extreem bewogen foto's fout voor de zon en zee, maar voor de gezelligheid, maar is dat wat ik bedoel. Tot de volgende keer. Ik denk dat morgen nog één keer weg gaan, anders niet. Anders is het de laatste, en anders is het de ene laatste voor voorlopig. Want ik heb dinsdag gewoon weer school en dan heb ik wat minder tijd voor de hobby. Dus nou ja, tot ziens. Doei!